Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Zaken doen in Boekel. 25 meter staan we momenteel boven de grond. Ja, ja, we doen ook wel eens hele bijzondere, spectaculaire dingen bij Blok TV. En we zitten gelukkig allemaal vast, dus er kan in principe helemaal niets gebeuren. Geïnspireerd door Volko in de Wolken hebben wij nu een aflevering die eigenlijk gaat heten Blok TV in de Wolken. En deze week zijn wij te gast bij Johan van der Elzen. En Johan heeft een verrijk verhuurbedrijf in Boekel. Johan, waar ben je nou geboren? Zandhoek 9, Boekel. Aha, dus je woont hier nog steeds. Ja. Je ouders waren dat ook ondernemers? Ja, mijn vader die heeft vroeger tuinbouw gehad en daarna veehandel. En dat lag mij eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus toen ben ik eigenlijk, eerst heb ik nog chauffeur onderneming gedaan. Heel transportondernemingspapier heb ik gehaald. En daarna wou ik toch een uitdaging en een beetje verantwoordelijk werk. Dus toen ben ik eigenlijk in de verrijkenbranche gerold. Welke opleiding volgde je nu naar het lager onderwijs? Ik ben daarna de hijsopleiding gaan volgen, de kraanwereld. En zodoende heb ik eigenlijk alle certificaten gehaald die je maar nodig hebt, kan halen. Maar je hebt er wel veel lol in, hè? Ja, zeker. Zeker. Je bent specialist in jouw core business. In welk jaar werd je nou ondernemer? In de verrijkenbranche 2006. En hoe kwam je nou op het idee om juist in die verrijken verhuur je toekomst op te bouwen? Eigenlijk omdat het is verantwoordelijk werk. Je wilt eer van je werk, je wilt iets aan de klant laten zien dat je toch het wat je moet doen, dat je goed doet. Nou, daar heb ik me eigenlijk steeds meer een beetje verdiept in het specialistisch werk. Je hebt een prachtig mooi bedrijf, Verrijk Verhuur Boekel. Waarom speciaal die naam Boekel erachter? Omdat er hier in de wijde omgeving toch wel hier en daar verrijke bedrijven zitten. En als ze dan weten dat je uit Boekel komt, als ze daar aanklikken op internet, dan hebben ze je gelijk te pakken. Mm-hmm. Run jij het bedrijf nou alleen? Nee, samen met mevrouw Willeke. Die staat 100% achter me. Mochten we ooit iets nodig hebben onderweg, een andere bak of een andere zuiger, of zijn de spirituele zuiger, iets hulpmiddelen die er nog nagebracht zouden kunnen worden, dan schakel ik Willeke in. En met de boekhouding helpt ze ook mee in de achterban. Je bedient zowel het bedrijfsleven, Johan, als ook particulieren en evenementen. Ja. Wanneer kan men nou een beroep op jou doen? Ten aller tijde, als ik het op tijd weet en ik plan hem in. En als ik weet wat er moet gebeuren, dan neem ik daar desbetreffende materialen voor mee. Heb je nou ook te maken met certificaten om je beroep uit te oefenen? Ja, om uit te mogen oefenen. En wat voor certificaten zijn dat? Heesbewijsdiploma van de voor de verrijker. VCA vol, omdat je altijd met mensen te maken hebt. Alle certificaten, alle heesmiddelen moeten gekeurd zijn, één keer per jaar. Dus zowel kettingen, zoals heisbanden, alle opzetstukken, aanhangsels die we aan de verrijker hangen. Alle glaszuigers, alle centrumspanelen zuigers. Ja, dat soort werk doen wij allemaal. Nog niet zo gek lang geleden, ja, ik heb mijn huiswerk gedaan, kwam de grote Johan van der Elzen in contact met de kleine Roel van Velzen. Dat klopt, hè? Klopt. Het ruimt ook nog. Klopt, ja, klopt. Ben jij nou wel meer met artiesten aan de gang? Ik heb voor Marco Passato heb ik heel het podium opgebouwd in de Gelderdom in Arnhem. Dat is wel leuk, heel specialistisch werk. Dan ben je echt met toch heel andere mensen bezig dan met hier de bouwvakkers rond ons en de montagemannen. Nou, voor een paar dagen is dat best leuk. Jouw trots is waar we momenteel op zitten, hè? Ja. Deze machine. Ja. Die heb je in maart 2017 gekocht, hè? Ja, klopt. Hoe weet ik dat? Dat staat op jouw website. En die kan een hoogte bereiken van 30 meter. Ja. Hoe kwam je nou op het idee om zo'n investering te doen? Deed je daar vooraf marktonderzoek voor? Ja, zeker. Zeker. Je bent toch even aan het onderzoeken op de vlucht. Dat is de afstand van de machine tot het te hijsen last. Al wat wij aan die jip hangen, dat wordt vernoemd als te hijsen last. Dus ik moet wel kijken wat ik op die afstand nog kan pakken en wat ik nog kan rijken.
ook eventueel met een manbakker aan, met personen erin, dat het ook binnen de beveiliging blijft. Vertel eens, wat zijn jouw plannen nou met betrekking tot de innovatie gericht op de toekomst? Ik wil eigenlijk hetzelfde door blijven gaan, zoals we nu bezig zijn, kwaliteit, veiligheid staat wel voorop en klanttevredenheid. Ik wil maar één ding, dat de klant tevreden is. Ik wil ook nog wel met de prijsvraag meedoen, Alexander. Dat mag. Ik heb hier 10 euro. Kijk eens aan. Alsjeblieft. En dankjewel. Oh man, we zijn altijd zo blij als we 10 euro krijgen. Ja, zeker. Dat hebben we niet zo zwaar aan. Bedankt ervoor. Deze 10 euro, tezamen met alle keren dat we ook 10 euro kregen van alle andere ondernemers, zorgen ervoor dat we straks een pot hebben van 50 euro, 100 euro, dan wel 150 euro. En u kunt dat winnen, dat bedrag. Wat mag u daarvoor doen? U gaat kijken naar YouTube, naar al die filmpjes die al gemaakt zijn van Zaken doen in Boekel. En u gaat ontdekken wat het karakteristieke gebaar is wat ik heel af en toe maak. Als u dat weet, dan gaat u naar uw e-mail. U stuurt een e-mailtje naar redactie@blogtv.nl en daar schrijft u uw oplossing in. Straks gaan wij kijken wie de juiste oplossingen heeft. Dat gooien we in een hele grote bak, want er komen er weer tientallen binnen, net zoals de vorige keer natuurlijk. Daar halen we er eentje uit en die krijgt dan een uitnodiging om in de studio te komen. En wie weet heeft hij dan 50 euro gewonnen, 100, dan wel 150 euro. Namens de crew van Blok TV, leuk dat u weer gekeken hebt naar dit programma van Zaken doen in Boekel. Wat ons betreft, graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.